Ja. Kut team, ik wil nu naar binnen. Hey, bij Albon waren ze zijn startgrid aan het droogblazen. Met een blablabla. Nee, was niet zo. Dat, ja, dat werd gezegd, maar dat zag je al meteen op die clip dat ze dat helemaal niet aan het doen waren. Ze waren gewoon in die lucht inlaten, waren ze gewoon in die motor aan het koelen. En die guy die erbij stond, die deed het zo. Ze zeiden bij café, bij die nabeschouwing zeiden ze van. Ja, hij doet zo van dat mag niet, maar hij zei gewoon van je moet van de auto weg, want we gaan starten. Dus ik sloeg gewoon helemaal nergens op wat er gezegd werd. Even deze McLaren even. Oh shit, Hamilton jongen. Hij heeft die mensen echt een peper in hun reet gedouwd. Oh, sick joh. Ja, maar net wat je fijn vindt hè. Daar heb je toch van Milan peper in je reet. Wauw. Kan je betere peper dan een klavertje vieren, hè? Kevin. Ja. Confirmed. Mercedes, dat systeem. Godverdomme. Piste dan. Nee, die komt alleen nog bij het rechtstuk op Bahrein. Komt hij even een tiende naar me toe. Met dezelfde motor. Ja, bouwpening. Mijn banden zijn een beetje naar de tering. Die gozer rijdt op nieuwe softs. Hey. Ik ga jou even een beetje tegenhouden. Ja, dat ga ik doen. Ben je wiki racing aan? Tuurlijk. Maar ja, ik moest alles opnieuw doen, want ik had iets in mijn PlayStation gedaan, waardoor hij weer normaal doet. En dan moest ik helemaal een keer in Moes. Ja, weet je. Kut Hamilton, lekker Leclerc is weer dichtbij, joh. Wiki. Ik ben Leclerc en Hamilton aan het ophouden. Die vind ik leuk. Oh, dag Hamilton, was gezellig. Of nee, overtake. Ga maar eens naar achter. Oh, hij duift op mij. Ik zeg helemaal mee. Dankjewel. Oh, hij komt hier naast mij. Hoi. Oh. Ja, Leclerc, jouw motor is zo goed. Je profiel en je merk op te bouwen. En het kan een team echt een motivatieboost geven als ze jouw complimenten over hen horen. Will, zoals beloofd, sorry voor het wachten. Oké, maar dat maakt helemaal. Welke motor heb jij dan? Mary. Oh, maar gerust met jou wat jij rijdt, Mary. Ik ga gerust met jou wat jij rijdt, Mary. Nee, ik zit Leclerc volledig op te houden. Ja maat, mijn banden zijn een beetje dood. Jeff, hoe wil ik mensen hier in gaan halen? Serieus. Wat zegt hij dan? Use overtake to get past. Nou, ik heb een Leclerc achter mij en een Hamilton die had 10 seconden woestjes van mij. Was gezellig, Leclerc. Vettel kom je ook? Nee, die blijft nog wel even achter mij. Wat gaat Leclerc doen dan? De langs. Ah. Ik denk nu de pitchen.
Wiki, Wiki, Wiki. Wat een stof van 1.9, lekker boys. Wow. Lijkt Red Bull wel, joh. Oh, Latifi, come your titties. Thank you. Latifi lag gisteren op 5 rondes achter staan. Ja, echt niet echt, normaal. Echt een daal is dat, jongen. Dat is echt een Tim Zet, jongen. Ja, maar op zich, hij was al 1 of 2 rondes afstand nadat hij dat gebeurde met Sainz had, waar het gewoon nog om positie ging. Want het team hem gewoon in Sainz wegstuurt. Ja, dus of niet? Dat is het probleem van het team. Ja, en dat bedoel ik. De spinnen komt ook echt niet door hem, hoor. Nee, dat wil je niet met een leuk van. Nee, zijn je... band was niet. Nee, hij ging alleen half vanaf, joh. Zij was niet weg. Nee, maar hij had wielband, en dan sprint hij ook wel mee. Ja, toen uiteindelijk, maar... Ja, over die spin heb ik het. Oh, zo. Oh, ik sta weer 15, maar wie de fuck heeft hem nu gepikt dan? Ja, hoezo, wie heeft nog niet gepit? Hij is in een hele rare positie. Kom maar te rijden. Jij wel, Tarzan. Easy peasy. Oh oh, ik heb Grosjean achter mij. You'd have it. Nou, met 4,5 seconden dat wel gelukkig. Ja, je weet het nooit bij Grosjean. Ik had zo'n 4,5 seconden voor je te blijven. Het is tijd om ons aan de top 3 te herinneren. Oh, nou, en dat is de professor Botta. Ik moest even corrigeren hoor. Milan. Wat? Nee. Ik breakcheck mensen. Klopt. Welke kleur is jouw auto dan, Milan? Zwart, wit en lichtblauw. Geen wiki kleuren, maar ja, weet je. Kan je het zeggen, dat zijn de kleuren van de taxi in plaats van gewoon wiki. Ja. Oh, dat is een goeie! Taxi racing. Fik taxi! Ja, dat is een goeie, ouwe. Ouwe. Is gewoon een careermode gemaakt met fake taxi. Fake taxi. Oh, dat heb je wel echt humor. Ja, dus jij gaat het nooit doen. Nou, ik ga het zeker wel doen. Je hebt het net als humor nodig om dat te doen. Ja, en ik heb ook gewoon hoeren van humor. Wat? Huh? You're gonna spin the kill. Nobody can touch my clip. All the other rappers suck my dick. I'm doing no respect. Ja, zie, ik heb wel humor, Johnny's. Dat noemen ze geen humor, dat noemen ze falen. Yeah. Jongen, jij gaat echt later zo uitzien als fucking Armo. Oh ja. Julian met no Rasta, zie je het voor je? Dat hij opeens een nummer met Juice WRLD uitbrengt. Met 6ix9ine. Likkie likkie. Lekker maar blikken joh. 6ix9ine gaat er ook bij liggen. Lekker liggen joh. Dat 6ix9ine nog niet dood is, dat verbaast me echt.
Eigenlijk is dat ook gewoon. Ja, begin dat hè. Just like you. Kom ik voor. Ik kom voor Vettel. Vettel. Kom ik voor Vettel? Yo, yo hoor. Oké. Maar het is nu P8. Oh, dag Vettel. Was gezellig. Even mee ingehaald. Okay, let's go. Max, super max, max, super, super max, max, max. Spel. Dit is een beetje spelen. Oh, even stappen. Ik vind jou heel lief. Waarvoor dat ook wel een chili game. 4-2. Dat ook wel een chili game hier. Nu is die twee weg. Jeetje, ik sta op 1-7e. Switchback bij Verstappen gaat fout. Gaat die fout? Gaat fout, kerel. Gaat fout, kerel. Natuurlijk Milan probeert. Alles gaat fout bij Milan. Ik vind het knap van hem zo, ik sta gewoon achtste. Misschien AI omhoog. Er staat een bol met z'n hier. Niet overhouden. Ik wil beter wel, ja. Ik vind het lachen, ik hoor zo naar iedereen daar op. Lekker pik. Oké. Met die Aston Martin was ik op Hongarije van laatste naar 60 gereden. Met één stop. Op wat op Hongarije? Ja, ik deed toen 10 races. Dat het nu ook is. Albon heeft probleempjes. Geen safety car. Heb ik hem uitstaan? Dan ben ik eigenlijk best wel blij met als ik hem uit heb staan. Want de safety car is eigenlijk niet. Dat zijn ze ook, maar waarom zit ze uit? Heb ik hem echt uitstaan trouwens? Nee, hij staat gewoon aan. What the fuck is dit? Wanneer je gewoon niet eens genoeg ruimte gaat bij 10 meter. Doe wat mate eigenlijk. Mate? Let's get out of the goddamn hellhole. Jongen, mijn teamgenoot hier is gewoon sneller op het rechte stuk. Huh? Terwijl ik alles maximaal heb staan. Rijdt me gewoon verbaasd of ik stilsta. Oh, is je teammate al? Ja, heb ik. Jack Aitken. Dus die is helemaal niet zo goed, maar... Ik ben heel vaag. Ik heb Mick Schumacher, die gozer is uitgevallen. Balzak. Ja, hij is wel goed, maar hij hoort niet sneller te zijn. Op het rechte stuk. Hoeveel wings rij je dan op welke baan ben je? Frankrijk. 2-7 of zo. Dus ik krijg lage grond, dus ik hoor hoge snelheid, hoge topspeed te hebben. Ja. Dat is wel een beetje frame. Okay.
Dat van Max voor de race was echt stom. Gisteren. Ja. Ah, daar boeien. Gelukkig werd hij gerepareerd net op tijd. Maar hoe kunnen ze dat zo snel repareren? Ja. Nou, dus maar, het was maar één stuurstangetje. Gewoon letterlijk. Ja, band en rem eraf. Ophanging. Stang eruit, stang erin, band, rem en wiel erop en het is klaar. Voorvleugel is er zo opgezet. Ja, dat is Sainz is echt aan het pushen op mij, joh. Voor ronde, Max. Ja, nou, dat was bij Hamilton in Duitsland 2019 wel anders, hè? Ja. Nou, dat is een minuut. Ja, bij Mercedes, hè. Dat was echt een pixelblunder. Dat was echt het beste moment uit mijn leven. Niet de beste start. Ga buiten doen, laten we doen. Zo, ik rem een paar auto's uit. P10. Eerste boel. McLaren. Achter de Pink Panthers. Wat doet die Perez, jongen? Waarom rij je zo langs om naar die bok? Ik ben mijn klomp weer kapot. Wat hè? Ik ben echt gewoon letterlijk precies op tijd afgeremd bij mijn pitstop. Ik ging gewoon met 60 naar binnen. Ja. Pit is dan uit. Ja. What the fuck? Achter strollybolly aan. Ja. Max gaan vechten samen. Achter Carlos Sainz aan, switchback, overtake aan. Ik rem Carlos uit. Oh, Ricciardo gaat Max inhalen, wat de fuck. Oh jee. Dat is Max probleem. Welke dingen doe je nu? Wat? Wat doe jij nu? Normale carrière. 10 races met McLaren. Dat is leuk. Oké. Normale. Ja, ik snap het ook wel. Ik heb het en dan Silverstone dan. Oké, nou zijn het. Ik heb Max ook ingehaald. Round the outside. Hoppa. Doei Ricciardo. Doei. P5. Vanaf P14 en 3 rondjes. Dat is lekker. Kijk of ik het podium kan pakken, dat denk ik niet. Hier komt Danny alweer aan.
beetje squeezen. Oh! Bijna een spin. Komt Ricciardo weer. Oh shit, en sign. Waar? Op Oostenrijk. Ik ben een countdown met Ricciardo en sign. Dat is wel leuk. Leclerc deed het echt slecht gisteren, maar hij reed veel te lang door die slot. Hij reed echt iets van 30 rondjes op die slot. Dat houden ze niet eens vol op die bank. Carlos Pines. Carlos Pines. Carlos Pines. Jongens, als Albon spint, Albon al of Albon. Ja, maar Albon als die problemen met zijn banden, Albon no. Ja. Bono, mijn tires are dead. No tires. Ik zit in 1,7 seconden van Albon. Eerst zeggen dat ik een banden moet sparen en daarna zeg ik you have some lost time to the car behind, keep pushing. Keep pushing without damaging any tires. I've no tires. No brakes. We are out of Robin, the point. Robin, was het Fiat of... Gewoon. Ja, jij ging in staat als een Rus. I have no tire. I have no tire. I have no brakes. Nee, dat was die Alonso die dat op Frankrijk 2018 zei. We have no tires, no brakes. We are out of the point. Nee, het klonk net alsof je het klonk als Fiat in Oostenrijk. We have no tires. We have no tires. Puncture. Puncture, puncture, puncture. I don't care, I don't mind, I don't care about your puncture. Super blit. We gaan gewoon even rustig nieuw bangen met mijn teamgenoot. Doe me neer. Gisteren reden ik aan een team tegen de AI op Brazilië, wel realistische car performance. Ik zat in de haas. Ik was op 2 milliseconden van 10 gekomen. En hoeveel was het kan? Met welke auto reden kan en team? Mercedes, ik in de haas. Nee. En ik was tweede.
Je had eerst geproduceerd toch? Nee, ik was twee. Oh. Ik zat 2 milliseconden achter de 10. Oh, dat had jij net gewonnen. Oh. We hadden wel heel die race een bed, heel die fight. Maar ik dacht dat het team een stuk sneller was dan Kaan. Ja, hij is die. Can you listen? Team was volgepasseerd, ik 2, Kaan 3. Ja, ik weet het, ik heb gezien. Wat zijn jullie? Ja. Ik denk echt dat de kutcoaches bij die skateboard gaan zijn, ja. Ja. Maar Milan, wat zijn nou? Voor hun, hè? Hoezo kan je lift zijn? Kut. Ja, Milan. Wat is die? Ja, nee. Ja, ja. Dat is weer vechten. Oh, heb ik zin in. Was ruzie vorige keer, hè? Was het gisteren? Nee. Jezus, Ricciardo, kom me voorbij als ik dat was ruzie. Ja, gewoon ze vechten. Vechten. Ricciardo, wat ben je aan het doen, jongen? Vechten. Nee, ik heb voor mijn voorvleugel op wel. Nee, ik vroeg aan die kinderen even die niet op mij zien. Ja, zo content. Hey, maar ik blijf denk ik tot een uurtje of half. Ik ben wel nu al te lang zijn. Nee, maar 5 moet ik zo eten. Oh! Side by side met Ricciardo. In de avond rekening met hem. En morgen ga ik Kurt, man. Broeder. Kurt. Kurt, ja? Milan, ik kom morgen even mee om te karten. Yes. Dankjewel. Het is helemaal vol. Double stacking. Is helemaal vol. Go. Ik vind het nou jammer. Had je niet gewoon even gevraagd of ik mee zou gaan, mee wil gaan? Ik draai mijn voorvleugel in de kut. Zo. Wat een dame. Ja, ja. Is gewoon. Kijk, goed, een andere groep. Succes. De katje van je eentje. Nee, jij. Latieve shit voor... Trolles, waar hou je die pacepace vandaan, jongen? Zo, wat een hufte ben jij. Hier, een dijfbond. Je smoel, man. Spoutersmoel, hè. Doet hij wel. Ja, nee, hij is opeens fucking snel. Latifus, geef hem ruimte. Wie zijn nou? Latifus. Hij kan toch wel, man. Hij geeft nooit ruimte. Kijk, in België, ik deed 1 keertje even haast, 2 regels of zo. Toen zat ik in mijn snelle ronde op Spa. En weet je, Latifus rijdt voor me, gaat hij niet eens aan de kant. Terwijl die ziet dat ik sneller word. Robin, dat noemen ze AI. Kutzooi. Hoofd ik putte bij Doris eens aan. Ik blijf ook bijna nooit hoor. Ga ik eigenlijk niet. Go. Ik wil die 9e plek nog even in bezit. Dit is wel jammer, ze hebben in Frankrijk gefixt dat 2 stoppen overpoutjes. Dat 1 stoppen overpoutjes. Eerst had 1 stoppen altijd overpout, maar ik rijd nu op Frankrijk nog een keer rijden. En dat is volgens mij gefixt van nu. Rijden heel veel met 1 stoppen lijkt het. Of ze moeten heel laat in de race nog gaan pitten, maar dat werkt niet. Want het is al rond de 16 van de 27 en volgens doei, mij is het Alex. Grootste gedeelte nu medium hard gegaan. Round the outside of turn 4. Side by side with Alex. Oh! Overtik Bitton! Norris, ik zie jouw vader smaak niet halen. What the fuck doet hij? Er is een onmogelijk gat daar.
Waar? Bij kut, wacht. Ik maak heel erg deze van. Oké. Nee, Norris. Oh nee. Dit is voor een podium, what the fuck? Derde in de McLaren. Lekker beet gepikt. Ik ben nog net 9. Holy crap, er zit echt helemaal niks tussen mij en Norris. Gruffelen. Esteban Ocon is in Australië en in Bahrein drijft of de ding. Van nog welke plek kwam die? Ik voel het gewoon niet kijken. Nou, zacht naar staat. Mag je mij kijken? Of voor mij? Volgens mij is die Hufter nog voor mij gras. En het ook. Voor die Hufter. Hufter! We're leading our teammate by 8.0 seconds. Oh. Okay, the bomb is right there. Albon heeft weer daar komt hij al, daar komt hij al. Maar hij doet het nog. Zo, wat? Ik krijg even 2900 van de 55% race. Rap. Oh, Albon gaat buiten doen bij mij bij box 6. Ja. Ocon is van 13 naar 6 gegaan. Esteban Ocon. Smoel, jong. Ik kan niet slaan met tering in. Wie ging er net als een fucking olifant op de trap op? Wie kwam er net de trap op? Zet hem af. Ik weet niet, daar ben je van als je weet. Op de rechte taxi. 1.001. Oh, net geen DRS. Nope. Ik heb ook wel eens gehad dat ik binnen 19 zat dat ik geen DRS kreeg. Ja. Had Rick ook gisteren. Dat ook gisteren. Maar hebben jullie dat ook wel eens, dat je in de kwalificatie dan P15 staat of zo, en als je dan je tweede ronde doet, dat je dan opeens P12 of zo staat? Hebben jullie dat? Dat je eerste ronde... Ja, als je je eerste ronde hebt gedaan en je spoelt even de tijd een beetje door, dat je dan 15 of 16 staat, en dan ga je de tweede run doen en dan sta je opeens 12e. Ja, dat verbeter je gewoon toch? Nee, dat is voordat je verbeterde rondje hebt gedaan. Nee, dat heb ik allemaal nooit gehad. Ah, dat is echt raar. Hey, heb ik even. Jongen, ik ga geen resource points tijdens een fucking race. Wat is dit, man? Alleen maar kwellen voor. Hoe zit ik met dat? Oh. Ik glik een beetje weg. Hey, weet je wat ik laatst aan het denken? Dat lukt wel heel toevallig. Juice had het eerste ding uit was Legends Never Die. Ja. En dan gaat hij dood. Hier komt Daniel Ricciardo alweer. Wat is er, Milan? Je moeder. Hier komt Daniel.
Ik wil Alfa Romeo halen. Teddy. Onze downforce gaat lekker, onze chassis gaat prima. Ricciardo duwt me gras op. Perfect. Oh, onze powertrain, man. 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 Komt die buiten? Man. 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 Kan. Kan die gear buiten? Nee. Kan die switchback? Oh. Man. Man. God, dat zit achter Daniel Ricciardo. Ja. Min 10k. Dus 20k. Hoppakee. 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 Alfa Tauri heeft mij weer ingehaald. Wat een homo's. Over welk team sta je dan? Ik sta voor Williams en Haas. We have 2 laps of fuel remaining. Dat is hot. Oeh, ziet er mooi uit. Ja, ja hè. Dat is een wiki. Ziet er mooi uit. Wiki, oh wiki, jezus, wiki, Bottas, wiki. Waar ga jij nou weer inhalen? Gaat hij hem tot 7 inhalen? Ja. Ja, maar Bottas gaat vierde worden, denk ik. Jelle, jij moet opletten dat Milan niet naar de Alpine Show gaat om Wiki te halen. Dat is een goed idee. Nee, oh. Als jij hem niet tegen hebt gehouden, dan ben jij het kort. Dan ben jij voornaam Wiki de Viking. Wiki de Viking. Je lijkt echt op Femke Louise. Bam bam bam. What the fuck? Wat? Is er. Ik lijk echt op Femke Louise. Nou, ze lijkt precies niet op Femke Louise. Oké, ik ben echt gewoon de kaart aan het verdedigen. Waardoor iedereen achter mij behoorlijk wat tijd ook verliest. En we worden 5e. Want ik heb nu. Ik sta 17e en naar nummer 15 heb ik een gat van 22 seconden. 5e op. Oostenrijk. Wat stuurt Hilton? Brent, kom even in. Joke. Nee, we gaan even. Joke. SCNO. I'm into this. Wow. Renegade. Waar is Treyer in fucking Fortnite? Wait a minute. Xbox is talk to game. Yo, kom je er nu toch nog? Nee, dat is gewoon niet. Ik ga voor de professor. Deze man is treurig in fucking Fortnite. Van P14 naar P5. Op Oostenrijk. Lionel. Ik ben zo iets aan pas.
Wauw. Het zijn een hard. Ja. Moet je dat Thomas laten horen. Safety car. Wauw. Girls, I like a bad boy. Boys. Deze. Ja, man. Albon versus Hamilton. La 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 la. Allee, La la la. Fuck, Jinky, waarom bel je mij? Ik kom zo naar jou. Ik ga zo weg. Oké. Dat is Jinky. Jelle, maar kom je ook mee naar een skateparkje? Dat is goed. Hoi, hoi, hoi. Gaan we even boezen waar ze in een skatepark? Nee. Herzet in de skatepark. Are no life for us. Life for us. Kijk, je nu 122 van de 27 op Frankrijk met safety car en als deze race af, dan ga ik even eten en naar de winkel. Naar de winkel. Renegade. Sorry, schatje. Boom. Wat is de laatste? Kaboom. Boom. Alonso. You guys are legends. What the fuck? Dat is catch safety car fuel. Catch safety car fuel. Ik rij lean fuel zonder ERS shit. En ik rij gewoon groene sector 1. Wow. Her, I like guys who can sing. Summer. Wat? Ineens komt er weer Delta. Fuck, ineens kwam er even twee keer de Delta. Nee, logisch man.
kom dan. Ik ben er al. Nee, oké. Hi. Boom. Abby en ik woon. Ik ben Abby en ik woon in een flat. En samen met mijn buren heb ik heel veel pret. Ik ben Abby, want ik ben Abby. Ah, ba. Ba. Don't do that to me, help. Ow. Ben je nou wat aan het doen, de... Spider-Man. Ja. Ik denk al, het klinkt niet meer echt als Need for Speed. Als je Need for Speed goed, wat doe je met mijn ouw? Dat is wel heel vaag. Ik ben dood. Wat voor ouw? Ik weet niet wat je allemaal in die auto aan het doen bent, maar... Auw! Ah, daddy. Auw! Daddy's cash. Wat voor een stroll, daddy's cash. Hallo. Hey. Hey. Hoi. 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 Waarom kan ik dit niet? Dat bomt die Mac. La 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 la. Lekker. La 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 la. En dat was Latifi. Latifus. Labifi. De statistieke racekunst en bewustzijn voor je tweede keer wordt iets verbeterd. Zou ik dat doen? Ja. Grote zijn. Hou je bek, jongen, tap! Hou je bek. Zeg, grappel niet in mek. Ik weet niet of het heel snel is, want dan word je verslagen door je second driver. Maakt mij niet uit, dat moet even beter worden. Bah. Wie heb je als teammaat dan nu dan? Ja, Mick Schumacher. Ina Zuma 11. Ik zoem maar gehaald. Hey! Dat is de man aan mijn gooi, jong. Hey! Hey! De wet heeft het vertrouwen. Iedereen. Nee! Staan voor. Latifi gaan maar. Pas op, het leger valt aan. Hé jongens, we hebben hup naar voren. Nee, we gaan nooit verloren. Als wij eruit gaan. Denk je dat het team is als geen ander geweest? Na 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 na. Ima Zuma! Hé Milan, ik zat te denken. Jij zei gisteren over dat vanuit, omdat je vanuit die onder kijkt en vanuit die persoon zelf, dat daar lijsters veel hoger springen. Oh, je springt. Wat? Dat zei je toch gisteren over die in de Formule 11? Ja. Als je het gewoon kijkt, dan springt ze echt 2 meter of zo. Ja, nee, ik zat eens te denken. Die met die Inazuma knal, die dikke die gaat gewoon liggen in plaats van dat hij springt. Ja, nee, maar die dikke springt ook. Ja, dus laat ze het lijken, maar eigenlijk laat zichzelf van naar achter vallen. Jezus, Hamilton pak P1 en Q1 met 1.24.3 op Silverstone. Nee, je gaat niet vandoor. Omdat ik ga in en daarna ga ik naar skipboeken. Hey, ga naar skipboeken. Ga je eten? Ik ga om kwart over, denk ik. Kwart over 1. Zal ik ook kwart over gaan? Hoe laat komt Tom? Ik weet niet hoe laat Tom kan. Tom die zei dat hij 2:30 op skipboeken was. Nou, ik ga kort naar dan moet ik. Dus als hij nu op skipboeken is, dan zoeken. Zoek een blik. Ja, als hij nu is, dan is hij ook dadelijk. Waarschijnlijk. Ja. Dus heeft hij wel gewoon gelijk. Ik heb monies.
Ik ga voor 2 euro meenemen, dan kan ik Wiki halen. Gaat hier serieus aan? Ja. Ik ga eens even kijken hoe duur Wiki is, want anders neem ik hem. Oh nee, trouwens, ik heb pinpas. Maar dan neem ik 2 euro mee. Nee, boele, ik heb geen pinpas. Ja, ik heb mijn pinpas, maar hij is hartstikke leeg en verlopen. Hey. Ja, maar hij is ook leeg. Jongens, spinnen jullie al lang? Spinnen jullie al lang? Ja. Nee, ik pinpas. Oh, ik pinpas. Godver, wat een kut humor. Ja. Trouwens, ik heb al humor. Ja, jij maakt een grap, hè? Ik ben niet lang, ik pinpas. Ha! Okay, so nee. Got it! These nuts! Ha! Got it! These nuts! These nuts! These nuts! Got him! Ha! Ha! Got him! These nuts! Ha! What? What? Whoa! 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 Wat is hier dan? Niks. Niks? Niks. Nee. Nee. Nou. Nee. Hey John, is my daddy there? Let me tell him something just real quick. Got him. Ha, got him! Hey, kap hem nou. Got him! Got him! Hij is wel grappig. Got him! Ha! These nuts! Names that cure my suppression. These nuts! Got him! Ha! Oh. Ha! Got him! Ha! Ha! You know the roof. You know the roof. These nuts? Got him. These nuts? Me now. Ik zit even in mijn momentum. In mijn momentum. Romain Grosjean van de Koek. Hey Romain. Kom buiten om bij Jovan Latsi te maken. Alright, we're looking good so far. Ah, my ass. Buiten om bij Koek. Corner. Hé, hey, vind je het normaal gedrag? Ja. Oké, dan is het goed. Die dikste mij is er helemaal bij me anyway. Oké, dan is het. Die is nat. Tadu. Want dit is in mijn ass, doe dit in mijn ass, doe dit in de ass, fuck 5 dicks, 5 fucking dicks, let's go for 6, 7, look at them dudes! So. Is goed, zijn microfoon kapot. Ja. Doe je kapot.
Niet bang. Oh, buitenom bij Jovenet zie ik hem. Hoppa. Oh, wacht, dit is een zo. Nee, Julius, stil. Straks om het beste keer. Schat, je moet gewoon even hoop, joh. Hier. Nee. Wat zullen zijn buren denken? Wat op de psycho zit ik moeilijk naast. Hey, Jelle be like in Formule 1. Bij van mij. I'm still a beast. Race over, take care of the car on the way in. Okay, clear. Wederom in topvorm na een geweldig raceweekend. Het is prachtig om ze weer op het podium te zien. Het is prachtig om Mercedes weer op het podium te zien, vind ik wel. Even kijken naar de posities van de coureurs. Lewis Hamilton staat aan de top van het... Jeetje, maar ik ga er denk ik echt wel vandoor. Oh, geil, geilert. Dag schatjes van me. Doei. Wat? Dag poepies. Ik ga leuk vandoor, doei. Dag. Dag. Ik ga er ook vandoor. Nieuw. Doei. Doei. Nou. Ik hoop dat ik een regenrace heb. Dat is leuk. Oké. Even kijken. 15 van 28. Je hebt op dit moment geen rivaliteit. Vroeg of laat zal je waarschijnlijk door de media gevraagd worden wie je als rivaal beschouwt. Denk wie er goed je als over rivaal na wie je selecteert, beschouwt. Want je reputatie verbetert als je de ander verslaat, maar verslechtert als dat niet lukt. Oh, McLaren staat vierde. Dat is lekker.
Reizige dieren. Wat zijn er? Oh, ja, zo'n gozer ze zegt dat ik erg gay rij omdat iedereen klopt, maar je moet toch verdedigen. What the fuck? Ik geef ze gewoon genoeg ruimte hoor, dus ik weet niet. Wie zegt het dan? Ja, zo'n gozer die mijn livestream zit te kijken. I take a set of intermediates in these unpredictable conditions. Moet hij het maar eens proberen om zijn plek te verdedigen. Ik ben niet tegen ze aangebotst, dus ja. Dat doe ik niet goed. Spin. You spin my hand right round when you go down though. Oh, lekker glijden op Honkaro, baby. Oké, start vinden zo. Je krijgt wel een hele mooie lange video van 1 minuut 45. Dat is de enige video van het hele kanaal. Ja. Maar hij is echt wel heel goed zijn. Ja, einde video. Hij vraagt ook nog welke F1, dat zie je toch wel, of niet? Ja, 2014 toch? Ja, echt 2014 dit. Oh, wat is deze baan glad in de regen. Jezus. Maar wat doe je nu met kalender dan? Met de kalender. Ja. Ook oh, heb Oostenrijk race 1, Silverstone race 2, dan Hongarije, België, Italië volgens mij, Rusland en Singapore ja. Niet. En dan heb ik Japan. En dan Mexico, Amerika. Brazilië en dan Abu Dhabi. Oké. Eén van de 15e van Bottas. Met vorm dat ik mijn ronde begon was ik gespind. Nice. Ja. You spin me here. You spin me round and round and round and round. Fet maar je denkt wel even, down, je denkt wel even verstappen. P12 in Q1. Nou Robin, je deed wel dezelfde bocht. Ja, bocht 12. Ik ging te vroeg op het gas. En ik ging op die curb op het gas. Dus dan is ja, op het gas, te vroeg op het gas en op het gras gaan, dat is niet heel handig. Nee, ik ging niet op het gras, maar ik ging te vroeg op. Nee. Er staat dat het droog is, maar... Dus er staat dat ja. Het droog is, maar er staat dat 9,5 seconden langzamer is. Wat, waar staat dan dat het droog is? Hier. Daar zit een beetje delay in. Wacht, misschien moet ik tijd doorspoelen. Er zit een beetje delay in, bij mij sta je bij... Oké, niet. Even kijken of ja, dat is wel raar, want rechts onderin staat er wel dat het aan het regenen is nu. Ja. Ricciardo rijdt op regenplan. Huh? Oh, Stroll gaat op slicks. Oh ja, het regent niet, er ligt alleen heel veel water nog op de baan. Ik ga het proberen op slicks. Als het te glad is, ga ik eerst doen.
Ja, je kan ook even wachten en dan... Ik word toch bezig. Ja, die melding die je doorklikte, dat was een melding van je zit niet op de goede banden voor je zit niet op de banden voor je goede omstandigheden. En dat wil je switchen naar de goede banden, dat stond toen. Laatste bocht door. Oh. En ik ga er vandoor, man. Later. Later. Denken jij komen hier in de Sittertse Prom TMI? TMI? Wow. Ik ga even naar de sliks toe. De kapte is er wel goed op een rondje. Shift naar de 4. Al het momentum meenemen naar de 4. Oh fuck. Ik moest niet op de curb staan. That's the fastest lap so far. Well done.
E15 deel. Dus het is Q3, yeah boy. Ik heb geluk dat ik goed ben op deze baan. Vooral deze game. We zijn helemaal klaar voor de race van morgen, maar laten we eerst eens zien wie er vooraan de grid komt te staan. Hamilton, Vettel en Valtteri Bottas. Dat was de kwalificatie, maar morgen Albon zijn we weer terug. Albon heeft Max geuitqualified. Wat de... Geweldige prestatie vandaag. Het geeft je vast een goed gevoel, of niet? Wie is je belangrijkste tegenstander op de grid? Ik ben op kantje, ik vertel die champas. Houd je van elke week of Balenciaga. Seizoen. Hoe zal het voor jou gaan, denk je? En boxen was een box. Box voor Sam. Bedankt voor je tijd. Dat is al medium, don't you think? Just for training. En boxen was een box. Box voor Sam.
I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance in the race. Het is tijd om te racen in Budapest. We maken ons klaar voor een nieuwe ronde vol Formule 1-actie. We verwachten niet al te veel uitvallers op dit circuit. Er zijn hier genoeg huidige en voormalige coureurs met foutloze finishes. En in het bijzonder Ralf Schumacher, die in alle 10 van zijn Hongaarse Grand Prix starts over de streep is gekomen. We zijn ten noordoosten van Budapest voor de race van vandaag. De 4,3 kilometer lange Hungaroring. 14 bochten hier, 8 naar rechts en 6 naar links. Op een circuit waar downforce koning is en inhalen een notoire lastbak. Zoals altijd zit ook vandaag weer een man met veel raceervaring bij me in het commentaarhokje. Het is Bas van Damme. Vertel eens Bas, je bent geen vreemde met overleven in de eerste bocht. Hoe blijf je uit de problemen als er zoveel om je heen gaande is? Dat werkt in meerdere richtingen zo, Olaf. Je moet de discipline hebben de race niet te willen winnen in de eerste ronde. Dus wees altijd voorbereid de anderen om je heen wat meer ruimte te geven. De laatste zijn van degenen die laat remmen, met talloze auto's om je heen, kan van tijd tot tijd goed uitpakken, maar je kunt er ook heel snel je positie mee kwijtraken. Laten we voordat we beginnen de line-up van de grid bekijken. Sebastian Vettel begint op pole na een fantastische kwalificatie voor de meervoudig wereldkampioen. Met Valtteri Bottas ernaast. Door naar de rest van de grid hebben we de professor Verstappen, Sergio Perez en Sainz, Ricciardo, Stroll, Hamilton. Zij hebben een grid penalty. En Esteban Ocon, Fiat, Leclerc, Kevin Magnussen en Albon, Gasly, Raikkonen, Antonio Giovinazzi en George Russell. Latifi en Romain Grosjean staat achteraan de grid. En nu is het tijd om naar de baan te gaan. Team Nederland, de allereerste. En we kijken mee vanaf de helmcamera. De gebruikte banden eraf. De hagelnieuwe slicks. Zeker, nieuwe slicks dat je hebt voor de zondag. Gaat op de auto. En Jeroen Bleekmolen rijdt weg. Natuurlijk iets lang achter. Hij rijdt iets wat moeilijk weg. Maar het gaat uiteindelijk best wel heel erg goed. Brazilië komt dan dichtbij, maar blijft er uiteindelijk achter. Oranje van Jeroen Bleekmolen, die hier bij het uitkomen van de Hurenholzbocht om weg naar het schijfvlak gewoon tijd om serieus te gaan racen. En touch your finger, I was needing it. Let's go vanaf P3 op. Safety car, no overtaking, reduce your pace. Keep your delta number positive as we form up. What is the now we're fearful? Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately.
Strategy is available on the MFD. Copy that. Okay, let's go. Teammate by 1.6 seconds.
forgot. Mode push. Vettel is now all there. Oh. Come on, mode push. De Verstappen. Er zijn heel veel auto's in de pits. Is alles aan proberen om langs mij te komen.
tires come in to fit the mediums. Car ahead, now running medium tires. Okay, that was a nasty hit. Turn the engine off and wait for the marshals. The fuck is he doing? I gave him just enough space and just crushed him. To resume fight quickly. Whoa. So max damage. Not my ambition. Thank you.
DRS van Max blijven. Teammate by 3.1 seconds. We have 5 laps of fuel remaining. Come on. There's a yellow flag ahead. Some information on Vettel. They're retiring from the race. Okay, clear. The gap to the car ahead is 3.6 seconds. That was a smooth operator. Smooth operator. Zo mijn frontwing, hoor. Ik ga hem terug.
2 laps of fuel left. Front is 1.5 seconds. Yo, Timmy. Is Bas al bij jou of niet? Ik had net een battle bijna heel de ronde lang op Hongarije met Verstappen. En ik reed in de McLaren. En nu ben ik met Sainz in het gevecht voor P6. Oh, Sainz. Sainz zit met de koekeloeren waar die voorbij komt. This is your final lap of the race. Bij welke kappen? Moet je daar nou bellen voor een afspraak of niet? Dus jij liep gewoon naar binnen, mag ik geknippen? Ja, ik weet nog niet wat. Werd je toen gebeld door een privé-nummer? Voor die... Bij welke brain was het dan? Goorstraat of die andere? P7. Okay, pick up rubber and bring it home. Ik start de derde. Charles Leclerc, coureur van de dag. Een prestatie waar onze winnaars van de Hongaarse Grand Prix trots op mogen zijn. Jean Leclerc heeft gewonnen. Daar komen onze winnaars aan. Een spannende race en een super prestatie van Ferrari. Iedereen kent de geschiedenis en het is dan ook geen verrassing dat fans van over de hele wereld ze graag weer bovenaan zien. Kijken wat voor effect dit resultaat heeft op de stand bij de coureurs. Het is een P6 en 7 voor McLaren. Gestegen is in de top. Dus kijken Bas, wie vind jij een van de beste coureurs van vandaag? Charles Leclerc heeft vandaag precies laten zien hoe je jezelf goed gedraagt op de baan. Hij was foutloos. McLaren staat gelijk met Renault. Constructeursklassement te kijken. Dat was dan weer het einde van een weekend motorsport. Albon staat derde in de stand. Dus kijk snel weer, want we zijn zo terug mag met meer Formule 1. Ik ga even die battle opzoeken. Even mijn. Ik ga even die battle opzoeken.
Ik heb het gevonden. Okay. Dan ga ik hem even op. Ik heb genoemd. Je overstijgt alle verwachtingen. Wat is je geheim? Geheim, ik ben best coureur op de baan. Dat was niet de meest vlekkeloze race, hè? Je avond is genoeg in de fabriek. De C van geluk en de D van. Oh my god, hoe? De A van hartstikke mooi. De I van ik. De J van jij en de K van. Kut. De L van lach en de M van. Mongo! Mongo! Scenario eten. Bam 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 bam. Yes. Sebastian Vettel. I just need you. Shit, Seb, oh no, Seb. Zeg goh. Ga maar, een slipcoach. Hij was gewoon vast, en dan heb ik de lijst. Oké, Camui, oké, Saba. Oké. Oké, I'm fine. I'm hit by Ron Grosjean. End up in the middle of Tira-tira-tru. Bottas 0.5.
Wel. Ah. Ah, rij 3-7 win. Ja, doe maar. Rozen zijn rood. Tegenwoordig betaal je vaak met de pin. En als je niet betaalt, dan kanker 10 straal ik je zo het water in. Ken je die nog? Rozen zijn rood. Tegenwoordig betaal je vaak met de pin. Dan kan ik niet schrijven, zo, wat erin. Alonso. Alex Albon. Oh, oh. Oh, 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 oh. I'm losing it. It's John Charles Leclerc. Rozen zijn rood. Wouter heeft zich uitstekend vermaakt. En ik ben enigszins mijn stem kwijtgeraakt. Lewis gaat Michael Schumacher wel slaan, denk ik, in de record. Paul heeft hij al, maar... Sinds Michael Schumacher in 1992. Spa-Francorchamps. Overwinningen moet hij er nog vijf. En een ronde lengte van 7 kilometer. Er is hier meer dan 100 meter hoog verschil. En de Roman Grosjean. Topsnelheid van essentieel belang voor succes. En dan ben ik mijn last. Was Van Damme zoals altijd weer naast me voor de race. Laten we het eens over de professor hebben. Geen gridstraffen, geen verzachte omstandigheden. Gewoon een slechte kwalificatie. De startpositie vandaag. Ze hebben vanuit de cockpit geen goed gevoel. Ik sla deze zich gewoon. Dat ze alleen al een heel eind te gaan hebben. Ik stuur naar je toe. Maar het positieve waar ze zich aan kunnen vastklampen is dat de auto snel kijk is, op je Insta tegen. Het is tijd om de startgrid van vandaag te gaan bekijken. Valtteri Bottas kegel, kaja kegel of kankeregel. Met Lewis Hamilton ernaast. En op de rest van de grid hebben we Vettel, Verstappen. Bottas heeft 1.43.1, Lewis een 1.42.9, maar Lewis start tweede. Gasly, Leclerc. Door een eerdere gridstraf starten ze verder achteraan. Antonio Giovinazzi en Magnussen. Albon, Grosjean, George Russell. Albon, Grosjean. De professor en Kimi Raikkonen rond de grid af. Die schuit toch? Het is tijd voor de race, dus op naar de baan. Kaja kegel. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Op China. Vagina. China with your vagina. Oh. Enough with these spins. I have enough with these spins. What are you, Barry? Romain, are you okay? Are you okay, Alonso? Lewis, are you okay? Are you okay, Romain? What are you, Barry? In the middle. You. Yeet! What? Kevin Magnussen, oh, je door, oh, you. Power in the Renault motor. Why do you break? Roman, are you okay? Are you okay? And I'll bring me last. Roman.
Gaan we buitenom bij Charles Leclerc in Poulhon? Nee. Jezus, Gasly, dan hoef je niet te remmen. En op in de middenlijst. Oh, drie wijd Poulhon. Bijna. Wow. Buitenom bij Charles Leclerc. En his name is Charles Leclerc. And his name is Max Verstappen. Alonso, are you okay? Are you okay, Roma? Kvyat, waarom stuur je in? Torpedo stuurt in op mij. Down the inside of Esteban Ocon. Almost chopped his front wing off. Behind Daniel Kvyat. Let's go behind Daniel Kvyat. Are you okay, Roma? Roma, are you okay? Are you okay? Max, are you okay? Are you okay? I hit the wall at pit lane. Oh. Ga ik de Albon overtake doen? Nee! Kvyat geeft al ruimte in. Je ziet dat het... Daar is zot. Nou, dat blijft er nog maar achter. Ik kan het op straat lopen. En dan binnen mijn les. Maar dan was het too fast. Too fast. Bottas had gisteren een jump starten. Dat Vettel ook in Japan. Precies zelf. Pauper zo. Pauper de pauper. Maldonado was up too fast. Too fast. Alonso, are you okay? Are you okay, Roma? DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Let's go with DRS. Kunnen we dan Daniel Kvyat pakken? Kijk. DRS open. Maldonado was ook too fast, too fast. Roma, are you okay? Are you okay, Roma? Wat doe je dan? Bij de laatste bocht.
wacht, ik zie je altijd zo over. En dan ben je down the inside we go. Down the inside. Wat gebeurt. Now behind Checo and Lance Stroll. What are you bring? Gaming on Checo Perez. But it's too far. Het is aan niveau, de normale niveau. Huts. Udo de beatboxer. Ken je die? Die zegt gewoon. This is your final lap of the race. We check on. Do check on Perez. Oh, I have no idea. En we gaan Rocket Pass landstroom. Wat een top speed. Holy shit. Hoeveel seconden? Wat heb jij dan niet? Een K. Ik kan niet gewoon zo traag. That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. Historische winst op hun naam. Ik kan de coureurs richting het podium zien gaan voor de prijsuitreiking. Een geweldige teamzege vandaag. Iedereen Roman heeft zijn beste beentje voorgezet. Max is derde op België. De winnaars van de race van vandaag. Nu is het tijd om te zien hoe dit resultaat effect heeft op de stand bij de koers. Niet het resultaat dat onze leider in 5 laps van 19 naar 7. Laten we eens kijken naar de coureur van de dag.
Bas van Damme, wie kies jij? Ik ga voor de professor. Ze hebben de banden op. Hey, ik sta boven Carlos Sainz met twee puntjes. Wat een goede vaardigheid om te hebben in de Formule 1 van vandaag. En zien hoe het met het constructeurskampioenschap staat. Mercedes blijft de leiding versterken. Er was ook een sterke aanwezigheid van het team van McLaren vandaag dat omhoog kruipt. Van het team van McLaren vandaag wat omhoog kruipt. Alonso, are you okay? Goeiedag vandaag. Wat vind je er zelf van? Je ging als een razende door het veld tijdens de race. Het is zo gemakkelijk als de auto zo goed stuurt, ja. Je team is vast in de zevende hemel met hoe je het doet. De zevende hemel. Misschien mag je niet achter... Bedankt voor je tijd. Roman, are you okay? Are you okay, Roman? Rama, why do you break? Why do you break? Oh, Rama. Are you okay, Rama? Haas en Williams zijn by far de langzaamste op het spel. Nee, ik wil niet. Goedemorgen allemaal, dan zijn we weer bij Restaurant Goud. Voor de opnames natuurlijk Crash in de keuken. Of de baas ook al aanwezig is. Ik bedoelde eigenlijk de andere baas. Daar is de baas. Op Latifa. Heb je genoten gisteren? Heb je genoten? Ik vond het geweldig. Leek naar. Leek naar. Gewoon de baas. Mannen, mannen, we zijn nog niet eens begonnen met draaien. Het is al, het is al een type zootje. Bas is nu net klaar met werken. Zegt hij. Komt hij bij jou logeren dan, Bas? Gezellig. Roman, are you okay? Ik doe even kwalificatie skippen. Doe ik even Italië nog? Ga ik de rest even skippen? Want dan kan ik even kijken welke teams ik kan. Ik mis dat wel, dat Italiaanse volkslied.
van vragen. Helaas. Denk je dat Giovinazzi in een Ferrari wordt gezet een keer? Hij is wel Ferrari junior, dus... Eerder Mick Schumacher dan. Dat zou wel leuk zijn. Kijken of die zijn vader kan evenaren. De boss. Terug in een van de slechts twee landen die sinds het allereerste Formule 1 wereldkampioenschap in 1950 elk jaar een race hebben gehouden. Het is Italië uiteraard, een van de grote racelanden, en het is tijd om de Italiaan. Het is tijd om te zien hoe de coureurs hebben. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Waar ga je vrijdag heen dan, team? Friesland. Voor een weekje toch? Bassie! Echt niet? Is showing small signs of wear, power output will be down. DRS will be enabled this lap. You can use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone.
Alone, moving. Ik ben er weer. Dat was de Rabobank die ik me belde. Wat zeg je nou? Why don't you break, Long Stroll? Why don't you break? Zo, 354,55. Whoa, big crash. Let me know you're okay. Knol vol in de achterkant van Stroll. Die was een harde klap, hoor. DRS is ook alles. Wie? Oh, Lauren. Godverdomme. Ik proef keur. Godverdomme, ik proef keur. Ik ben er niet.
This is your final lap. Final lap of the race. Daar gaat Kvyat op Perez voor een puntje. En wij duiken er naartoe. Op België. Ja, bijna 3 seconden lang dan we doen. Of meer. Maar. Ik kan heel hard nu op België. Ik kan door die koelhof waar je bijna vol gas doet. Je hoeft daar niet eens te lichten. Gewoon in z'n 7 daar ook insturen. Italië heb ik 1.19.7. Dat is niet heel snel. All right, race over. Take care of the car on the way in. Xander heeft mij niet als vriend op snap. Nou. En Mercedes heeft vandaag weer een geweldige op. Ja. Na een geweldige race gaan de coureurs nu richting het podium. Het zijn weer de zilveren. Albon derde, wauw. Welverdiende overwinning voor Mercedes. Wauw. Pakt Albon bij jou ook podium? En nu eens zien waar elke coureur komt te staan. Valtteri Bottas pakt de eerste Max plaats is en is nu de leider in het klassement. Wat was er weer een geweldig talent op de baan. Max staat zesde in het kampioenschap. Ik ga voor de professor. Albon vierde. Ze bleven maar gas geven en hebben een fantastische prestatie neergezet. Het was een Nou, de rest van de races ga ik even skippen, want dan kan ik naar een ander teampie toe. Hallo. En welk team ga ik dan doen? Ik weet niet of dat leuk is. Why don't you break, Roma? Why do you break? Oh ja, nu heb ik Japan. Zo, hoeveel wordt die auto? McLaren staat vierde in de R&D, daaronder Racing Point, dan Alfa Tauri, dan Renault, dan Alfa, Romeo, Haas en dan Williams. Ferrari staat derde, Red Bull tweede. Turbo grote upgrades. Why do you break your mind? Zo. Ja. Wat gaat je tijd worden, joh? What are you break, Grandma? Doe jouw malteam. What the fuck? Rivaliteit, ik sta 12 versus 10 tegen Lance Stroll.
Ik heb 22 punten met McLaren. Audio bijnaam de professor. Oh, Renault heeft AlphaTauri weer ingehaald. En Red Bull heeft Ferrari ingehaald. Wow. Oh, jongens. En welke tijd had je eerst neergezet? En nu? Kan je in de 1.19 komen, denk je? Best makkelijk hoor. 1.19. Moet je mijn coast even aanzetten, dan weet je hoe hard ik door die bocht heen. Of mijn lijnen, dat kan. Hè. Mijn telemetrie moet je dan aan. Moet je op mijn naam klikken en dan telemetrie van mij. Hè. Dat weet je wel, kleine ik rijden. Ik ga even wat races skippen, dan ga ik even wat eten. Hoe laat komt Bas dan? Is die nu naar jou toe? Vind jij Lance Stroll goede coureur? Ja. Zeggen dat hij niks kon. Maar... Die Racing Point van dit jaar is 3,1 seconden sneller dan vorig jaar. Hè? Toen reed Stroll een 1.17.1 in kwalificatie en nu een 1.14.3. Wat heb je de laatste tijd toch? Wat heb je de laatste tijd? Hou je bek, Carl. Ga lekker zelf trainen of zo. Aan deze ronde van het wereldkampioenschap is het tijd voor een klassement. Meer P7 en ik heb gesimuleerd. Max heeft gewonnen. In Japan. Denk je dat Japan nog komt dit jaar of niet? Is Rusland de laatste, denk je? Ik. Ik hoop dat er in een update nog Mugello op dit spel komt te staan. Dan kun je die baan ook oefenen. Dat is ook een leuke baan. Toch? Mugello, dat is die nieuwe geweest. Dus die race die naar Monza heen. Why do you break, Roma? Why do you break? Ik heb nog 1550 research points. Why do you break, team? Why do you break? Is Ferrari een fijne auto op dit spel? Kun je er kampioen mee worden, denk je?
Mercedes is wel heel makkelijk, denk ik. Dat is wel ziek dat je kan zien hoe snel die auto is. Die auto stuurt zo fucking makkelijk, die Mercedes. Als je instuurt, gelijk naar links. Gelijk naar rechts. Gelijk naar links. Ook al ga je er vol gas door niet. Carlos Pache. Dat is Brazilië. Interlagos Carlos Pache. Autodromo. Carlos. Die chicane aan het einde is een beetje veranderd bij Rusland. En die curbs zijn veel hoger. De gele breugjes zijn hoger. De Why did you break? Ik sla met mijn vuist op mijn hand, maar het doet niet eens pijn. De bovenkant wel, op de onderkant doet het geen pijn. Hè? Hoorde je die? Gek scheetgeluid uit mijn handen. Kijken in hoeverre het klassement is veranderd. P8 voor Valtteri Bottas, die zijn positie versterkt aan de top. En zien hoe het met het constructeurskampioenschap staat. Het was een lastige wedstrijd voor de leiders in het kampioenschap, die steeds meer voorsprong inleveren ten opzichte van de rest. In de wedstrijd heeft Ferrari haar positie versterkt. Een sterk Ferrari heeft haar positie versterkt. The Prancing Horse. Why did you break the mat? Why did you break, Roma? Why did you break? Japan, je peux pas, je m'appelle Japan. Weet je, in het Spaans is Duitsland Alemania of zo. Dat is echt waar. Mexico City. Mexico! What are you breaking? Nice. Welke oom en tante? Die van Ralf zijn dat toch? Oh, vriend. Oh, sorry. Okay.
Why do you break, Carlos? Why do you lose your head, Carlos? Roman, are you okay? Roman, are you okay? Okay, ik doe Mexico wel en doe Brazilië en Abu Dhabi niet, want dan ben ik wel level 5. Van coureur van. Dan kan ik lekker naar een top 10 ofzo. Als het goed is. Is seizoen 2 wordt alles leuk. In seizoen 2 kunnen er ook coureurs uit de Formule 2 de F1 in komen. Van vorig jaar. Dat is echt lach. Straks heb ik Nick de Vries als team. Op Mexico. Ik heb 1,15 of zo. Er zit ook een nieuwe DRS om en naar die S. Why do you break, Roman? What? We lontje laaien. Lekker laaien. Lontje laaien. Niet lilon slider. Niet lilon slider. Niet lilon slider. De Leon de Tweede. Op jouw bank lekeling. Huh? Ik heb paarse sector 1. What the fuck? Met een kleur. Dat zeiden we toch met Kaan in die park toen een keer. What are you break with me? Par sector 2. Wat? Die S's? Huh? You've just put in the fastest lap. Tweede. Job. In Q1. Ik ben wel sneller dan de Red Bulls in Q1 tot nu toe. P7 is het in Q1. Hoop. Wat doe je hier? Roman, are you okay? Are you okay, Roma? Lewis zet een 1.14.6 in Q1. Wat een down. Wat een daap. Wat een daar ben ik. En dat zijn Milan bij mij. Die party van die onthulling van die Alfa Tauri. Wat een daar ben ik. Sorry. Let's go, Q2. Kijk. Welke tijd kunnen we daar op rijden? DRS wijd open in de McLaren. Die.
Denk je dat McLaren mee gaat doen voor overwinningen volgend jaar? Max Verstappen met P1. Met een McLaren. Dat is lekker. P2 in Q2. Dus ik heb hem. Ik heb een goed geüpgrade in McLaren. En Carlos is uit Q2 genokt. Albon 11e, oei. Dat is pijnlijk. Maar waarschijnlijk scoort hij wel een podium en Max niet. Dat is bij mij altijd zo, hè. Dan scoort Max de ene race geen podium en Albon wel. Dan is het weer anders. Oké, Q3. What are you break, grandma? Smooth criminal. You've been hit by drama and grusel. Vond jij die race goed van Magnussen? Ja. Hij lag heel de race derde zo. Maar die coureurs moesten zelf bepalen dat ze op de slicks gingen. Ze hadden blijkbaar... Wat had die? Battle the strategist. You guys are legends. It's that much. Maar hoe kan je zo snel een opvang maken in 20 minuten? Hè? Abu Dhabi. Ben je goed op Abu Dhabi? Die herpin op deze game is wel een stuk lastig. Een stuk scherper. 1.14.9. En P4. Dat is lekker. Na de kwalificatie is het tijd om de top 3 door te nemen. Bottas, Verstappen en Sebastian Vettel. Nu de kwalificaties zijn afgerond, staat de grid vast voor de grote race van morgen. En was het Bas of niet? Goed werk geleverd vandaag. Wat vind jij ervan? Ben je blij met je plek op de grid morgen? Hoe vind je dat het dit seizoen tot nu toe gaat? Kan je auto de strijd wel...
Je hebt dit weekend niet veel geoefend. Ben je je auto aan het sparen voor de race? Bedankt voor je tijd. Yes, level 5. You've been hit by Roman Grosjean. In 19-0 Australië tegen. Jill is alweer live dit keer. Jill is alweer live. Die zegt elke dag live of zo. Goed gedaan. Een prachtig resultaat. Het ziet er goed uit voor deze race. Maar wat wilden ze nou van jou dan? Ze wilde toch met jou of zo. Dus toen dacht je na één dag, ik heb geen zin meer. Je had toch net haar even. Of... Ja. Maar je praat nu helemaal niet met hem. Kadi! Het is tijd. Die is net. Kadi! Laten we de grid van de spannende. Haha, die is net. Haha, Kadi! Even Mexico 5 lappetje doen en dan ga ik de rest even skippen. Bad. Like bad man. After the points finish last race, you've been hit by a McLaren. Hoppa. Wat? Versla AI 41. Hoppa, van P4 naar P2 en 2 bochten. Dat is wel een goede start, toch? Die McLaren heeft echt goede start voor de team.
Brilliant. Nice move. Ik heb Bottas ingehaald voor P1. En mijn motor is boven de 70%. Dus die gaat dadelijk kloppen. Okay, we're monitoring somewhere on the ICE. Be aware that we will start to see a loss of power. Daar komt Bottas. Hij zat te kijken, maar hij doet het niet. Hij doet het niet. Of doet hij het wel? Nee. Flup, 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 flup. Welk nummer is dat? Is going to be down slightly and showing some minor wear. My motor is 73%. Ik moet nog twee rondjes. Normale carrière is dat goed. McLaren in de leiding in seizoen 1. Wie heeft dat ooit gedaan? Daar komt Bottas. Bottas zit te kijken. Doet het niet. Doet het wel. Wat heb ik aangedaan? This is your final lap. Final lap of the race. Gap to final team lap. Behind is 9.5 seconds. Let's do the switcheroo. Side by side, 2, 3, 4. Some wear on the MG UK. To manage this, we'll need to lower our ERS deployment mode. Ik ga winnen op Mexico. Jawel, jawel, jawel. Jawel! McLaren wint hem. Oh, oh. Woehoe! Great job, you've done everything we wanted yeah, to. Yeah, boys. Got it. Coureur van de dag. Jawel. Woehoe. McLaren are beasts. Verliefd op Guap.
dope boy. Onze winnende coureurs zijn nu onderweg naar het podium. Het was een fantastische race voor McLaren. Dat gaan ze vanavond zeker vieren. Kun je mijn avatar een beetje op mij lijken of niet? Alleen nu heb ik geen zwart haar, maar... En laten we bekijken in hoeverre het klassement is veranderd. Meer punten voor Valtteri Bottas. Precies met twee teamtjes sneller ronde dan Bottas en met 3 milliseconden sneller dan Verstappen. Kijk toch eens waar ze zijn geëindigd en waar ze begonnen. Het is niet eenvoudig om zo over de baan te gaan tijdens de Formule 1. Dus dit is geweldig goed gedaan. Over naar het constructeurskampioenschap. Ik ben verliefd op Guap. Waarom zeg je Rory steeds TikTok? Ja, weet ik. De fans leken er echt van te genieten. Het zag er zo gemakkelijk uit. Je pakt Die is van boef. Je bent vandaag als een malle over het veld gegaan. Wat was je strategie? Volgens mij is het tij gekeerd. Het ging veel beter dan vorig weekend, hè? We kunnen er wel van uitgaan dat je iedereen's verwachtingen hebt overtroffen. Hoe heet dat nummer? Ja. Oh, level 6 ben ik. Chops in mijn window. Dat is wel lekker dat die overwinning op Mexico heb. In een McLaren, what the fuck. McLaren met een genomen. Ik ben verliefd op Guap. Wauw. Dat doe jij lekker. Oh, McLaren heeft nu de snelste motor als deze upgrade te horen. Deze ook. Even een nieuwe motor erin doen. Voordat hij daar ontploft, als ik hem simuleer. Dat moet ik niet hebben. Huh? Huh? Hoezo niet? Ze hebben aangekondigd dat de technische regelgeving komend seizoen... Carl zegt het ook, van die technische regelgeving. Dus eens kijken hoe we dit kunnen voorkomen. Voor mij. Coureurs, kijk naar de ontwikkelingen en laat ons weten wat je absoluut wilt behouden. Oké, jongens, het is zaak om echt alert te zijn. Ik ben nou al 3 uur live. Ja. Kaan stuurt streek. Afgelopen donderdag waren we echt laat buiten. Ja. Toen waren we tot 11:30 buiten ofzo. Dat was echt leuk. Wel een heel lang stuk gelopen.
heel de avond bijna door heel Delft heen gelopen zo. Oh, ben bijna level 7. Ik ga lekker met McLaren hoor. Een overwinning met een McLaren. Wie had dat gedacht? En een keer P3 gekwalificeerd op Hongarije. Dus. Alleen in de race viel ik terug. Sorry, maar ik ben verliefd op Kwap. Sorry. Ja. Dan bewegen. Ik ben met mijn jongens op vakantie. Dansie, ik ben met mijn jongens op vakantie. Ja. Tuurlijk ken ik deze. Welke baan? Met Racing Point. Dan sta je AI wel laag, denk ik. Met je penalty. Wat dan? Ja, logisch. Die hebben veel. Logisch, die hebben veel. Wat? Ik simuleer deze race. Staat er, ik ben van P19 naar P3. Toch kijken we even naar het klassement. Het is weer gestegen voor Mercedes, want ze behouden de constructeurstitel. Oh, Max zet in deze 5 lappers snelste ronde een 1.8895. Dat was dan weer het einde van een weekend motorsport, maar er komen meer en races. Ricciardo is 4e. Fiat 6e, Albon 7. Max heeft gewonnen. Ik sta 10 punten onder Albon. Dat is wel ziek. Hoeveelste wordt Albon dit jaar in driver standing? Ja, ik denk het wel. Of P4, want Leclerc die gaat nog terugvallen. En Vettel gaat ook nog terugvallen. Vind jij Vettel dit jaar beter dan Leclerc of niet? Nou, in Hongarije wel. Ja, oké. Okay. Leclerc die viel helemaal terug naar P11. What the fuck? Die auto zo slecht dan. In de kwalificatie gingen ze wel goed opeens. In de race dan. Morgen. Wat de fuck. Ja. Heeft McLaren nou de beste motor? Nog niet.
Ik kan denk ik wel naar een topteam. Als het lukt. Vanaf P5. Ga je buiten om of binnen door? Dat is de snelste lijn naar bocht 1 toe. Als je een goede start hebt, moet je buiten. Meestal. Dat je de laatste tijd veel trainingssessies hebt. Oh, je back is crawl. Vergeet niet dat je door te oefenen aan de baan kunt wennen. De configuratie van de configuraties aan de auto kan versterken. Kut crawl. Ik had die man echt, jongen. Welke baan? Oh, Singapore. Lekker. Story my... Is dat een vakantiepark dan of zo in Friesland? Wat heb je de laatste waar je tijd toch tegen de trainingssessies? Nee. Zelfs als je alle vertrouwen hebt in je configuratie, zijn deze. Na ongelofelijke prestatie pakt Lewis Hamilton P5 in de laatste race. Het is weer een sneeuwkoek voor Mercedes, want ze behouden de constructeurstitel. Een ongelofelijke prestatie voor het hele team. Nou Bas, dat was het einde van de fantastische achter Albon. Allemaal ontzettend bedankt voor het kijken en tot de volgende. Ook bij mij hebben Alfa Romeo, Haas en Williams geen punten gescoord. Racing Point heeft het slechter gedaan dan Alfa Tauri. Racing Point had 22 punten, Alfa Tauri 32. Dan hebben ze wel een heel slecht seizoen. Oké, nu kan ik een ander teampie kiezen. Hoho. Moet ik even in de R&D kijken welk team goed is. Dan ga ik daar. Mercedes is altijd wel snel, dus dat maakt niet uit. De contractverlengingsperiode is geopend. We kunnen proberen opnieuw. Contractverlengingsperiode is geopend. Of iemand anders benaderen. Ferrari is ook wel gains aan het maken. Ferrari is ook wel aan het gainen. Andere teams. Ik ga proberen of het met Mercedes kan. Nee, Mercedes kan niet. De Prancing Horse misschien. Nou, ik kan niet naar Ferrari. Red Bull ook niet. Lekker.
Hier kun je salaris. Yes, ik kan naar Red Bull. Alle extra's naast jouw basissalaris. Ik kan naar Red Bull, boys. Hoe meer je vraagt, hoe kleiner de kans op ons succes. Denk aan je reputatielevel en zorg ervoor dat je... Yes, ik ga naar Red Bull, als het goed is. Als je dat doet, kan het team in deze onderhandeling... Oh, nee. ...weigeren om nog verder met je te onderhandelen. Kutzooi. Weet ik niet.